De Rotary Club Suriname heeft gisteren de Vocational Excellence Award 2022 uitgereikt aan Udo Karrig. De uitreiking vond plaats in het Waaggebouw. Karrig heeft zijn sporen verdiend in de vissector als voorzitter van de stichting Surinamese Seafood Association, SSA. Mede door zijn doorzettingsvermogen is de vissector in Suriname gegroeid, ook in de moeilijke jaren. Shirley Soma Sumter, president van Rotary Club Paramaribo Central, zegt dat de award voor de eerste keer in 1993 is uitgereikt. De Rotary Vocational Excellence Award is een prestigieuze en alom gerespecteerde waardering voor personen die een opmerkelijke prestatie hebben geleverd aan de welvaart en het welzijn van Suriname. En ze hebben ons land daarmee een grote dienst bewezen. Het prestige en de erkenning die men door toekenning van deze award krijgt, is voor de ontvangers van deze prijs de belangrijkste beloning. Ondernemen in de vissector, van visvangst tot het verwerken en verpakken voor export, is de afgelopen drie decennia gegroeid. In 2021 is er 5000 ton vis geëxporteerd naar onder andere Amerika en Nederland. Karrig vindt het de eer dat hij in aanmerking is gekomen voor de award. Ik ben er nog verbaasd over. Ik dacht van, ik breng die geweldige namen breng omlaag. Tot ik een paar weken geleden dus wel ontdekte dat ik geen 73 jaar was. Dus ik sta hier nu en ik ben verbaasd over die documentaire. De mensen die daar allemaal hebben bijgedragen. En wanneer ze die interviews hebben afgenomen. Eerlijk gezegd voelen we nog steeds een beetje misplaatst. Maar in ieder geval heb ik begrepen dat er een behoorlijk onderzoek vooraf is gegaan vanuit de Rotary. Dus zijn niet over één nacht ijs gegaan. De awarduitreiking is gedaan via een joint virtuele meeting van de vier Rotary Clubs die actief zijn in Suriname.